Diervriendelijk vlees bestaat niet. Geen dierleven. Hey, we niet zoeken. Dank u. Hebben wij. Dat is onze vrije zaterdag. Goedendag en fijn dat jullie weer kijken. Ik ben nu op weg naar Tilburg. Dan gaan we namelijk een actie doen voor Konijn in Nood. Samen met Peter Jansen gaan we meerdere winkels af, Nettorama's. En daar gaan we actie voeren tegen het konijnenvlees wat daar in die winkels ligt. Dat gaan we doen door een aantal minuten de openbare orde te verstoren met meerdere activisten. Gaan we voor de vleesschappen staan met meerdere borden en daar zal Peter een toespraak gaan houden. Dit is trouwens mijn eerste actie van het jaar en ook voor het eerst in zeker 4-5 maanden tijd dat ik weer eens een keer actie heb gevoerd. Ik ben namelijk een lange tijd emotioneel en geestelijk niet klaar geweest om weer eens actie te gaan voeren. Maar nu heb ik daar echt weer zin in en zal ik ook vaker weer eens een keer een video gaan maken over acties die ik bijwoon. Vandaag gaan we actie voeren bij meerdere Nettorama's. En dat doen we. We doen met Stichting Konijn in Nood tegen de verkoop van konijnenvlees door Nettorama. Nettorama kiest ervoor om zo goedkoop mogelijk supermarkt te zijn. En dus ook zo goedkoop mogelijk konijnenvlees te verkopen. Andere supermarkten kiezen voor Frans konijnenvlees, Hongaars konijnenvlees, Nederlands konijnenvlees. Ik wil niet zeggen dat dat beter is. Maar wij willen gewoon dat er helemaal geen supermarkten meer zijn die konijnenvlees verkoopt. Want we gaan voor een boycott op konijnenvlees. Net als dat er een boycott is op zeehondenbont. We doen dit door middel van openbare verstoring, ja? Het zijn directe acties, ja. We hebben hier geen vergunning aangevraagd of een melding gedaan bij de gemeente. Dat doen we normaal gesproken met konijnennood altijd. Alle Lidl-protesten waar we een campagne tegen hebben, al sinds 2016. Vragen we altijd, oké, kunnen we hier gaan demonstreren op die tijdstippen? Als er een Sinterklaasintocht is, houden we daar rekening mee. Maar dit zijn andere vormen van protesten die zeker effectief zijn. Want je bent natuurlijk in de supermarkt waar het konijnenvlees ligt. En daarom is ook gekozen voor deze actie? De Nettorama hebben we voor gekozen. Het is een kleine keten. Wij denken dat we hier succesvol in zullen zijn. Het zal natuurlijk niet na deze actiedag al meteen zo zijn dat ze stoppen ermee. Maar wij blijven wel doorgaan. Dus dit is de eerste stap. En als de emmer genoeg druppeltjes heeft, loopt het vanzelf over. Dat is de gedachte van deze actie. Het imago van de Nettorama staat natuurlijk wel op het spel. Want in China zijn geen dierenwelzijnsregels. Dus al het konijnenvlees dat hun inkopen, dat kan natuurlijk niet op een diervriendelijke manier geproduceerd zijn. De Albert Heijn is trouwens wel vrij open naar ons, transparant. Die hebben ons een aantal jaar geleden meegenomen naar de fokkerij in Hongarije om te laten zien hoe ze gefokt worden, maar ook hoe ze uiteindelijk vermoord worden in de moordfabriek, in de slachthuizen. Dus dat is zeker te respecteren of te waarderen dat Albert Heijn zo staat als de Nettorama ons uitnodigt om de Chinese fokkerij te gaan. Dan staan we er zeker voor open, maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Waarom is er gekozen voor deze manier van actie voeren? Want je valt toch een beetje mensen lastig? Nou, wij willen echt de mensen bereiken niet door ze te weerhouden van het vlees eten. We blokkeren niks. Mensen kunnen tussen ons door toch een dierenleed pakken als ze daarvoor kiezen. Wij willen de mensen in de supermarkt, het geluid blijft in de supermarkt ook makkelijker hangen. Dus onze boodschap komt beter over in de supermarkt. En het is natuurlijk ook het imago van de Nettorama dat op het spel staat met deze vorm van actie. Ze zitten er niet op te wachten, maar wij zitten natuurlijk ook niet op te wachten dat deze dieren na 11 weken in draadgraafse kooien worden vermoord. Dus de Nettorama heeft al verschillende keren e-mails van ons ontvangen om met ons in gesprek te gaan. Nettorama is niet bereid om met ons in gesprek te gaan en daarom zijn we eigenlijk overgestapt op deze manier van actie. Ja, wie niet horen wil moet me voelen is ons uitgangspunt. Beste klant, we staan hier vandaag in de Nettorama van Oosterhout om u te informeren over het konijnenvlees. Nettorama verkoopt Chinees konijnenvlees. China is een land zonder dierenwelzijnsregels. Niemand kan u vertellen hoe diervriendelijk ze geleefd hebben in de Chinese fokkerijen. Diervriendelijk vlees bestaat niet. Geen dier laat zijn leven vrijwillig ontnemen. Ons doel van deze actie
is u te informeren en te ageren tegen de Nettorama om ze te doen stoppen met de verkoop van dit gruwelijk product. Kijk naar de foto's. Informeer jezelf op internet. Dit is een actie van Konijn in Nood. En wij zullen doorgaan totdat de Nettorama stopt met de verkoop van konijnenvlees. Een diervriendelijk leven, een vredige maatschappij begint op uw bord en begint hier in uw supermarkt. U hebt de keuze voor een diervriendelijke, veganistische maaltijd. Konijnen hebben rechten, vlees is moord. 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 Diervriendelijk vlees bestaat niet. Diervriendelijk vlees bestaat niet. Diervriendelijk vlees bestaat niet. Stop konijnenvlees. Diervriendelijk vlees bestaat niet. Iemand kan u vertellen hoe diervriendelijk ze geleefd hebben in de Chinese fokkerijen. Diervriendelijk vlees bestaat niet. Geen dierleven. Dank u. Hebben wij. Dat is onze vrije zaterdag. Ons doel is vandaag u te informeren over de konijnen in de vee-industrie. De Chinese vee-industrie. Nettorama stopt met de verkoop van dit gruwelproduct. Bedankt voor uw aandacht. Nou, we zijn meerdere locaties afgegaan. 4 stuks in totaal. En hoe vond je dat het gegaan is? Ja, het ging, bij elke locatie ging het heel goed. Alleen elke locatie heeft wel zo zijn eigen verhaal. Als we de derde locatie pakken, dat was in Den Bosch. Dan zou je denken, dan hebben we er al 2 gehad. Die zijn geïnstrueerd hoe ze ons moeten aanpakken als het ware. En daar was hij heel fel, een beetje agressief naar ons toe. Hij dreigde ook met huisvredebreuk of erfvredebreuk natuurlijk. Uiteindelijk zijn we gewoon met die man meegelopen. Hij continu ons filmen. En daarna gingen we naar Waalwijk. En dan werden we met open armen ontvangen. Heel apart. Een hele vriendelijke bedrijfsleider. Die even met de regiomanager aan het overleggen was. En we hebben nog een heel gesprek met die man gehad in de supermarkt met de borden. We hebben ons ding gezegd wat we wouden zeggen. Ook de klanten zelf waren heel vriendelijk. En uiteindelijk hebben we zelfs nog drinken meegekregen. Ja. Deze bedrijfsleider die kon het eigenlijk waarderen wat wij deden. Dus je hebt natuurlijk altijd sympathie van de ene kant en soms negatieve reacties van de andere kant. We zijn blij hoe het gegaan is. Dus we zijn begonnen in Tilburg, daarna zijn we naar Oosterhout gegaan, daar zit ook het hoofdkantoor. En daarna zijn we naar Den Bosch en als afsluiting hebben we in Waalwijk nog in de Nettorama supermarkt de actie uitgevoerd met de borden en de toespraak. Ja, een hele mooie actiedag en dit heeft het zal zeker een vervolg krijgen in de andere vestigingen. Met natuurlijk altijd als doel dat de Nettorama gaat stoppen met de verkoop van konijnenvlees, want daarvoor doen we het. Dit is geen vrije tijdsbesteding, dit is een directe actie en een actie waar we natuurlijk de consument willen informeren over de konijnen in de vee-industrie. Konijnen die in China gefokt worden en vermoord worden. Maar het heeft ook als doel, dus het heeft meerdere doelen, zeg maar. De consument informeren en de Nettorama onder druk zetten om te laten stoppen met de verkoop van de konijnenvlees. Ja, kortom, een prima en geslaagde dag. En wat mij betreft, tot de volgende keer.